Dit vind ik nou het mooiste plekje van stad. Stadsbalkon. Heel wat beter dan dat oud vlommetje bij mij aan het huis. Lijkt wel een ruimteschip, ja. Beam me up, Scotty! Een ruimteschip met meer dan 4000 fiets. Goeie handel, ik zit wel een beetje krapjes vandaag. Kom. Groet een boom door het stadsbalkon. Moet er niet gekke worden, kijk maar eens, kinderen. Gezellige bankjes. Die gaten in het stadsbalkon zijn natuurlijk wel een beetje leeg. Even die rakker op slot zetten. Oeps. Wat is dit nou? Rugmassage voor stratenmakers. Weet je, ik ga het gewoon aan iemand vragen. Dame, mag ik u iets vragen? Heel even, een kort momentje van uw tijd. Weet u toevallig waar deze tegels voor zijn? Nee, ik weet niet. Nee. Dat is toch jammer? Komt u even mee. Weet u toevallig waar deze tegels voor zijn? Water weglopen. Iets met water weglopen, uiterst origineel bedacht. Weet je wat deze tegels voor zijn? Nee, dat weet ik niet. Echt niet? Nee. Jammer, geen 100 punten. Gebeurt er. Heeft u zich pijn gedaan? Is er sprake van een ander niet ernstige kwetsuur? Ja, dat gebeurt wel eens vaker. Die mensen zetten gewoon hun fietsen neer op de blinde geleidestrook. De geleidestrook? Dit zijn de blinde geleidestroken. Eigenlijk de breinregels van de stad. Oh. Lezen met een fiets op je boek is toch ook niet fijn? U heeft helemaal gelijk, meneer. Lezen met een fiets op je boek, het idee. Marcheer jij je fiets!